Dit filmpje hier is bedoeld vooral voor jongeren, maar eigenlijk ook voor ouderen. Maar ik zie dadelijk Queenie bij jongeren en die jongeren hebben heel veel vragen over het leven. En met dit filmpje wil ik een antwoord bieden op het feit is hoe dat je kunt nee zeggen aan je vrienden. Bijvoorbeeld als ze tegen u zeggen van ja, wil hij iets roken ofzo of wil hij iets drinken. En heel veel mensen vinden het dan moeilijk om ergens trouw te blijven aan hun ware zelf. En in dat filmpje ga ik uitleggen hoe dat je dat eigenlijk kunt doen. He, dus ik heb al van alles gedaan in mijn leven. Ik heb gerookt, ik heb gedronken, veel gedronken. Ik heb nog wiet gerookt en zo. Ik heb een beetje van alles gedaan. Maar sinds een paar jaar ben ik eigenlijk met heel veel zaken gestopt. En ik heb ervoor gekozen om ergens nuchter door mijn leven te gaan. En waarom vooral nuchter? Omdat als je nuchter bent, hè, als je geen middelen pakt om je goed te voelen, hè, dan kun je je eigenlijk altijd goed voelen. En wat ik eigenlijk vooral geleerd is dat heel veel jongeren en mensen eigenlijk dingen gaan doen dat ze eigenlijk diep van binnen niet willen. En hoe komt dat? Omdat wij als mensen hebben ergens de diepe behoefte om er altijd ergens bij te horen. En een van de zaken die ik wil meegeven aan jongeren is van probeer ergens trouw te zijn aan jezelf. Probeer ergens vooral naar jezelf te luisteren. Heel veel mensen, bijvoorbeeld als ze niet willen drinken op zo'n scoutskampje of whatever, gaan jongens zeggen, ah, drink iets. En eigenlijk, als je dat niet wilt, hè, is dat zo moeilijk om effectief niets te drinken. Waarom? Omdat mensen tegen je gaan zeggen, hé, hey, kom aan, zeg een mietje, zeg een Jeannette. En juist hadden met roken, allee, kom, moet dat een keer proberen, moet dat een keer doen. En eigenlijk diep van binnen hè, willen wij dat niet doen. En ik zei dat, uw vrienden, hè, stel dat jij hier zit. Ik zei dat, uw vrienden die bepalen enorm veel in het leven. Ik heb al heel veel boeken gelezen, ik heb al heel veel dingen ervaren. Maar uw omgeving in uw leven is cruciaal. Echt waar. Stel dat jij hier bent, ik heb al zo van die gezegdes gehoord, dat jij bent eigenlijk de reflectie van de 5 mensen dat hij het meeste ziet in je leven. Stel dat hij zit, die mensen hier allemaal die gaan bepalen hoe dat hij zit in het leven. Dus uw omgeving, de mensen waarmee dat hij je omringt, zijn van cruciaal belang. Ik raad u daarom ook aan om u te omringen met mensen die u ergens stimuleren, die u inspireren. Er zijn heel veel mensen die bijvoorbeeld, stel dat hij hier zit en uw 5 vrienden die drinken veel. De kans is super groot dat jij ook gaat drinken. Waarom? Omdat jij mee in die bende wilt horen. Wat probeer ik aan jongeren mee te geven en aan eigenlijk mensen in het algemeen, is, moet je zelf altijd de vraag stellen, bij wie wil ik horen? Bij wie wil ik horen? Ik heb heel veel gedronken in mijn leven en op een bepaald moment ben ik daarmee gestopt. En ik heb eigenlijk ook een beetje mijn vrienden van vroeger, ik zie die niet veel meer. En Het is gewoon omdat we ergens een ander leven hebben. Ik ben mij beginnen omringen met mensen die anders zijn. Met mensen die mij echt zo inspireren. Met mensen waar ik naar opkijk ergens. Dus het is heel belangrijk in het leven om inderdaad bij mensen te zijn die je ergens vooruit helpen. Geloof mij, hij zit de 5 mensen die hij het meest ziet, hij zit daar een reflectie van. Dus als jij iets zegt van die 5 mensen, dat ik veel zie, ik vind die niet zo wijs, probeer daar zo je omgeving te veranderen. Natuurlijk, als je nog jongen bent, is de kans zeer groot dat je ouders daar nog bij zijn en je zus of je broer bijvoorbeeld. Maar probeer dan die cirkel wat groter te maken met mensen die dat dan buiten thuis ziet. Probeer dan mensen te zien die je echt wel stimuleren in het leven. Dat is een van de eerste inzichten dat ik wil meegeven.